kunt u dat doen? Heeft u zich bezeerd? Moet er even naar u gekeken worden? Bezeerd me zo? Nou, omdat u loopt zo. Nee. Die stok zat ik dus op mijn been niet. Zo loopt mevrouw al jaren. Ook ik dacht even dat het... Werkt u hier? Ja. Nou, zou u uw gedachten dan kunnen laten gaan naar een wat klantvriendelijker toegang misschien? Zo, mijn naam is Van Stralen. Ik heb gereserveerd. U zei Van Stralen? Juist. En op de kop af 40 jaar geleden hebben mijn vrouw en ik hier onze huwelijksnacht doorgebracht. Ah, die Van Stralen, van suite 215. Klopt, ja. En u komt nu uw huwelijksnacht in dezelfde suite herbeleven. Zo is het. Maar zoals ik zie, is er hier in de afgelopen 4 decennia wel een en ander veranderd, hè? Helaas, ja, wat u zegt. Ja. Freddy. 215. Zo. Het is een stuk moderner geworden, hè? Ja. Meer van deze tijd. Hij lief het. Ja. Altijd een prachtig hotel. Hè? Ja. Zo, wij willen champagne als we op onze suite 215 zijn. Champagne en wat erbij. Kan dat geregeld worden? Ja, iets om te knabbelen, hè, erbij. Champagne voor 215. Ga daar wat van maken, hè? Kijk, dit is nou handig. Ik vraag van die kleine koffertjes. Ja, jongeman. Als je zo lang getrouwd bent als wij, dan heb je wel geleerd in dit leven de lasten gezamenlijk te dragen. Zeg, is dit suite 215 wel? Zolang ik hier werk, is dit 215. Mijn god, ik herken hier niks meer. Oh, en zelfs het uitzicht is veranderd. Ja, die glazen torens, die waren er niet in 52. Kijk eens. Ja, dat is nog grotendeels hetzelfde. Misschien een andere tafel. Moet je zien wat ze met de badkamer gedaan hebben. Mevrouw, is dit uw koffer wel? Ja, natuurlijk is dat mijn koffer. Omdat hier op het label staat. Ja, ik heb die koffer eens uitgeleend aan een vriendin. En die heeft dat er dan natuurlijk op laten zitten. Hier, is voor de moeite. Daar zeg ik zonder moeite, dank u wel, meneer. En ik zeg zonder moeite niks te danken. En als er verder nog iets van uw dienst is, dan vraagt u maar naar Freddy. Alsjeblieft. Aardige, vriendelijke jongen. Ik kan niet missen. Ik heb hem 25 piek gegeven. Ja, geld doet wonderen. Zo zie je toch maar weer. Zou het? Ja, hij past me niet meer. Zeg dat van daarnet, hè? Met die draaideur. Ja, vervelend. Wel, nee. Dat heb ik toch met opzet gedaan. Wat? Ja, natuurlijk. Zo, loep, mijn stok tussen de deur. Kom, je zegt maar wat. Nee, dat heb ik mijn hele leven al willen doen, hè. En daarnet dacht ik, vandaag is de dag. God, zeg, al die mensen... En die consternatie en dat rare ventje van het hotel hier. Ah, papa. Ik vind het zo spannend dat we hier weer zijn, hè. Je bent een rare, hè. Ja, maar daarom hou jij zoveel van mij. Dit is de plek. Alsof je dat zelf niet meer zou weten. Onze eerste kus. Als man en vrouw. Ja, en voor het altaar dan? Och, schat. Wat was jij verlegen. Doet, doet, personeel. En die, is dat voor die mensen in 215? Met de complimenten van de directie. Ik denk niet dat de directie dat op prijs zal stellen. Dan doen we het zonder de complimenten. Jammer dan. Breng jij het of breng ik het? Ja, leuk. Doen we. We gaan even samen.
verrassing. Ik dacht, hij zal wel graag willen. Niks zeggen. Heb ik die bloemen al eens niet eerder gezien? Wel, ja. Ze komen mij ook vagelijk bekend voor. Ja, we dachten beneden dat het misschien wel leuk zou zijn als... En de deur stond open. Maar is alles naar wens? Oh, ja. Een draaideur die niet werkt. Tweedehands bloemen. En personeel dat je besluipt. Ja. Ja, voor de rest is het. Ja, sorry dat we zo zijn binnengekomen. Dat is niet helemaal volgens de hotelregels, maar... Nee, mama, maar een grapje. We vinden het heel erg attent van jullie. Oh, gelukkig. Reuze attent. Maar nu wel opgedonderd. Hm? We zijn al weg. Ze zijn toch erg aardig. Ja, ja. Jij had wel een beetje vriendelijker mogen zijn. Ja, ik maak toch maar een grapje. En trouwens... Nee, ik wil alleen met jou zijn. Ik heb alleen jou nog maar. Al mijn vrienden zijn dood. Kom, kom, kom. Ja. Ik heb de beste man die ik me wensen kan. Verrek zeg, dat rijmt. En als ik na al die jaren nog eens wil, dan wens ik mij geen enkel verschil. Nee, dat loopt niet zo lekker, nee. Hè? Dank je. We hebben de kinderen toch nog? Ottawa is verder dan de maan. Een toast. Op de volgende 40 jaar. 40 jaar. Ottawa. Tja. Jij maakte vroeger verre reizen. Weet je nog, de eerste keer toen ik met je mee mocht? Want om de 2 jaar mocht moeder de vrouw mee. Nee, om de 2 jaar mocht ik iemand meenemen. En dan nog alleen als de zaken goed rijden. En je nam mij mee? Wie zou je anders hebben moeten meenemen? Weet je nog, mijn eerste reis? Maleisië. Malawi. Malawië. En je nam me toen mee naar dat dorp in de jungle. Het enige dorp wat ik tot dan toe gezien had, was Volendam. Jij werd toen nog ziek. Weet je dat nog? Mm. En jij maar onderhandelen met die grote neger. Hij was chef van de plaatselijke inkoopcombinatie of zoiets. Was een boom van een vent. Hoe heette die ook weer? Ja, dan sla je me dood. Is 25 jaar geleden. Ja, en hem maar er trachten van te overtuigen dat die landbouwmachines van jullie hun medicijnmannen een handje konden toesteken. Irrigatiemachines. Wij deden in irrigatiemachines. Ja, wat het ook geweest mogen zijn. Weet jij nog toen wij elkaar de eerste keer ontmoetten? 50 jaar geleden. Jij zat in de klas bij Clara. Jullie waren op de MMS. Ja, oh, ik was heel goede maatjes met je zuster Clara. Op een dag bracht ze je mee naar huis. Op een donderdagmiddag bleef je bij ons thuis eten. Ja, Clara... Die leeft ook niet meer. Weet je nog dat Jantje de Goede in die tijd achter jou aan liep? Hm? Dan is die vent de moeite voor jou gedaan.
Oh, Jezus, wat haat dan ik hem daarom. Weet je dat ik hem jaren later nog eens heb tegengekomen? In Egypte? 83 geloof ik. Jantje. Op een dag... Ik was daar voor zaken en ik liep hem tegen het lijf. Jantje van de overkant. In een achterafstraatje. Jantje, lullekop, Jantje. Wat deed jij in een achterafstraatje? Hij was consul honorair geworden. Dokter Andersen, weet ik veel wat. Nee, ja, dat is goed voor mekaar. Had toch altijd al geld, hoor. Die familie de Goede, die was steenrijk. Maar ik heb voor jou gekozen. Ik had jou en Jantje naar de rest. Kom, we nemen nog wat van die bubbels. We hebben de kinderen inderdaad al een hele tijd niet meer gezien. Maar ik heb ze net gezien. Is dat zo? Nou ja, 3 weken geleden. Ja, ja, natuurlijk. Ja. Ze zijn toch speciaal overgekomen om... Ja. Neem me niet kwalijk. Ik verwacht te veel van je. We zijn oud. Dat is het. En ik ben ook niet meer zo perfect als ik vroeger was. Tja, jij denkt dat ik dat niet weet, hè? Maar daar ben ik me echt heel goed van bewust, hoor. Heb een beetje geduld met me. Ja? Het ligt niet aan jou. Het is mijn schuld. Jij bent een topwijf. Het is niet goed met jou. Ik wil niet meer. Maar niet doen. Het ging net zo goed. Ik weet niet. Jawel. Nee. Probeer het. Waarom? De illusie... is spannender dan de werkelijkheid. Nee. Het is verkeerd. Maar ik doe mijn best. Ik probeer het me allemaal zo goed mogelijk voor te stellen. Wat kan ik meer doen? De hele trip naar dit hotel. Weer hier in dezelfde suite. Het is nog één grote stomme vergissing. Worden we nu niet wat onredelijk? Onredelijk? Mens, je weet niet waarover je praat. Het hele gedoe. Hele poespas. Allemaal flauwekul. 40-jarig huwelijksfeest. 4 decennia van liefde en geluk worden hier gevierd met champagne en caviar. Het is nog één groot ongelofelijke farse. Ik lijk vanavond wel verstoord. Ik zeg het je nog eens, ik doe mijn best. Maar alles heeft zijn beperkingen.
Het spijt me. Ik heb het nooit zo bedoeld. Het is natuurlijk makkelijk achteraf om vergeving te vragen, maar ik doe het toch. Ik weet niet wat me bezield heeft. Ik weet ook niet waarom ik jou dat aandoe, maar ik hou van jou, mama. Ik hou van jou. Wat sta je daar al in jezelf te praten? Kijk eens, mevrouw. Ik heb de zaken nog eens goed overdacht en ik heb wat beslissingen genomen. Is dat zo? Ja. Ja, hou er mee op. Ik stel u natuurlijk volledig schadeloos. U? Nou, ik stel jou volledig schadeloos. Met roep van zij, we houden er mee op. Maar als we de kinderen nu eens gingen opzoeken, hè? Ik denk dat een reisje naar Canada... Hou op met het theater. Stop ermee. Ik wil niks meer horen. Nee, maar ik misschien wel. Ja, wat jij wil is van geen belang. Hoe ben jij er zo in? Last van een domineringssyndroom? Ik had het kunnen denken, maar maak je geen zorgen, hoor. Je bent niet de enige en ik weet ermee om te gaan. Hoe heb ik ooit kunnen denken dat een vrouw als jij zich in zou kunnen leven in een... Een engel? Een engel. Ja, precies. Want dat was ze. Hoe heb ik me zo kunnen laten verleiden? Iedere vergelijking tussen jou en haar is banaal. Pervers. Zeg eens, wie heeft dit spelletje eigenlijk bedacht? Ik wil ver met je gaan, hè. Maar als je gaat liegen en de feiten verdraaien... Wie denk jij eigenlijk dat jij bent? Onze lieve heer of zo? Wat verwacht je nou eigenlijk? Een wonder? Denk je dat je voor 1000 piek je vrouw weer tot leven kan brengen? Is het mijn schuld dat jij niet God bent? Die engel van jou is dood. Dood en begraven. En jij hebt dit spelletje bedacht en uitgevoerd. Dus als er hier één van ons twee pervers is, dan ben jij dat. En niet ik. Onthoud dat goed. Ik heb mijn hele leven naar mijn principes geleefd. En nu, op mijn oude dag, heb ik mezelf verlaagd tot een ordinair... Een hoerenloper? Een hoerenloper, ja, precies. Och, wat erg voor je, hè? Heb je je plaatsje in de hemel toch net niet verdiend? Och, wat lullig nou toch voor je. Kijk, zie hem er zitten. Mister Zelfbeklag. Hij mist zijn vrouw zo dat hij al dit na 3 weken... Dit was bedoeld als een hommage aan mijn vrouw. Hommage, laat me niet lachen. Jij wilde vlees in de kuip, vaders. En dat kan je nu in je fantasie misschien allemaal wegboeken onder een hoog morele norm. Maar dat blijft precies hetzelfde. En nu puntje bij paaltje komt, scheid jij in je broek. Maar nogmaals hoor, je bent niet de enige. Jij kunt het je niet voorstellen, hè? Wat het is om een leven lang lief en leed met elkaar te delen. Met één persoon. En intens. Jij weet niet hoe dat voelt... Te weten dat er iemand is die heel de dag aan jou denkt en ook van je houdt. Nee, jij weet niet hoe dat voelt, hè? Dat weet ik best. Nee, dat weet je niet. Dat zie ik aan je ogen. Ik heb bij een ordinaire snackbar om een delicatesse gevraagd en... Dat is mijn enige stommiteit geweest. Eén grote leugen. Mooie delicatesse. Die vrouw van jou. Was Jantje de Goede de enige? Of waren er nog meer? Pak je geld en ga weg. Oh nee. Als we nou eenmaal waarheden gaan uitwisselen, dan gaan we ook mee door. Jij hebt de feiten verdraaid, want jij bent zelf een ordinaire leugenaar. Ik heb met integere bedoelingen gehandeld. Leugenaar! Ik zeg de waarheid. Waarheid? Laat me niet lachen. Als jouw vrouw echt zo'n engel was... Waarom kwam jij dan met dat oude hoerverhaal van Jantje de Goede Consul die tegenover jullie woonde? Dat deed hij wel. Want als kinderen hebben we samen op zwaar... Och, toen nou. Hij was toch rijk? En jij hebt mij verteld dat jij in een arbeidersbuurt woonde. En sinds wanneer wonen rijke stinkerts in een armetierige arbeidersbuurt? Hè? Dat was het een paar jaar later. Lullekop Jantje was naar, ik vermoed, heel wat later dan jullie prille jeugd. Ja. Volgens mij waren jouw vrouw en jou allang getrouwd. Nee. Leugenaars.
Dat maakt het ook uit of iets gisteren of vandaag was? Dat maakt heel wat uit, want gisteren was jij op zakenreis. En dat moet moeilijk geweest zijn voor die engel van een vrouw van jou. Ik wil niks meer horen. Ja, jij kan dan misschien wel je hele leven lang een trouwe echtgenoot geweest zijn, maar dat was die vrouw van jou niet. Jouw vrouwtje had niet genoeg aan jou. Niks wil ik nog horen. Ja, dat kan je nu wel blijven roepen, maar dat verandert de feiten niet. Terwijl jij op zakenreis was en iedere dag zielsveel van haar hield, lag zij in bed met consuljantje honorair. Ja. Maar dat kost extra. Ik kan alleen wel recht komen. Ik ben geen invalide. Hier. Niet goed. Geld terug. Het is jouw schuld niet. Ik ben het zelf. Ja, want ik ben een topwijf, hè? Ik had me helemaal zoveel van dit weekend voorgesteld. Alles was al geregeld. Reservatie. Hetzelfde diner van toen. Waarom heeft ze het nou niet gehaald? Tja, het zat er gewoon niet in. Zo is het leven. Het spijt me van zo even. Een waas voor mijn ogen. Ik heb wel erger meegemaakt. Je had verdriet. Dat is alles. En het allerbelangrijkste is dat jullie tot het laatste bij elkaar gebleven zijn. En dat jullie veel van elkaar hielden. Wat er ook gebeurd is. En ik geloof wel dat je dit weekend voor haar hebt willen laten doorgaan. Tenminste, ik denk dat zij het zo zou gewild hebben. Dat is puur egoïsme van me. Net op het moment toen ik alles weer goed wilde maken, ontglipte ze me. En toen ik dan die advertentie van jou in de krant zag, had me goed voor de gek gehouden. Puur egoïsme voor me. Tja, ik weet het. Daarom heb ik misschien ook die advertentie gezet. Want ik dacht, goh, eens kijken of het nog kan, of ze me nog willen na al die jaren. Maar eigenlijk was het omdat ik alleen thuis zat. Achter de geraniums. Je doet dit vak dus nog regelmatig. Ach, man. Kijk naar me, wat zie je? Hé, hey, ik ben al meer dan 20 jaar met pensioen. Wie wil er nu nog wat met een oud mens? Nee. Vandaag was zo wat een 3-tal eeuwen geleden. Het was me wel een comeback, hè? Zeg maar, ik vond dat die opmerking van jou over die snackbar, dat die wel iets had. Ja. Maar ik mis het ook. Het is een zwaar beroep, wordt er gezegd, en dat is ook wel zo. Ja. Krijgt wel eens klappen. Hm? Nee, maar hield je ook van je klanten? Van hun? Wel, nee. Natuurlijk niet. Mijn man is 8 jaar geleden gestorven.
Tja, daar kijk je van op, hè. Ik ben 31 jaar getrouwd geweest. Hij was mijn troost. Bij alle vernederingen die ik moest slikken, want... Het was niet alle dagen feest, laat ik je dat wel vertellen. Vooral de laatste jaren niet. Je wordt oud en lelijk en... Je moet steeds meer van je spaarzame normen inleveren. Mijn echtgenoot was misschien geen modelburger. Nee, god nee, dit was hij zeker niet. Maar we hadden wat samen. We deelden iets. Tja, dat kwam misschien ook wel door de kinderen. Waar zijn de jouwe? De twee jongsten zijn in Amerika en de oudste zit hier. Maar die wil niks meer van zijn moeder weten. De jongsten zijn lief. De een zit in Florida en de andere in New York. Allebei getrouwd en keurige carrière. Ja, ik heb ze een beetje geholpen met geld en zo. Ze weten van niks. Of ze doen of ze van niks weten. Want het is niet makkelijk om te zeggen... Mijn moeder is een hoer. Wat is dat nou? Gaan we midden in de nacht naar huis? Kunt u de rekening niet betalen of zo? Die is al uitgebreid betaald. Nee, nee, mijn vrouw en ik, wij kwamen hier wat kijken en een beetje genieten van de stilte. Deze middag was hier een echte heksenketel. Maar nu, zoals het nu is, zo was het hier 40 jaar geleden, ieder moment van de dag. Oase van rust. Maar jouw generatie houdt daar niet van, hè? Oh, jawel hoor. Zeg, ik kom net van mijn dienst af en ik ga nu naar huis. Maar als u dat wilt, kan ik voor u twee nog wel iets regelen? Nee, 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 laat maar. Ga jij maar rustig naar huis. Wij gaan slapen. We hebben het gezien hier. Toch? Ja? Nou, veel plezier dan. Ik zie u morgen. Ik heb vandaag ook een principe laten varen. Ja? Ik heb voor de eerste keer sinds de dood van mijn man iemand zo gekust. Hoe? Zo? Ja. Nu wordt het tijd dat je ermee doorgaat. Ja.